Dames en heren, vanuit het centrum van Hardenberg heet ik u van harte welkom bij de sterkste teams van de wereld. Ik heb de eer u aan te kondigen de gladiatoren van vandaag. Het eerste team van de Faroe-eilanden bestaat uit Regin Vakadal en Peter Balten. Uit Engeland zijn de oversteek gemaakt hier naar het vasteland Jamie Reeves en Bill Pitta. Nederland is afgevaardigd met twee teams. We beginnen met team Nederland 2. Gert Gerrits en Jarno Hans. En uit Duitsland Heinz Olesch en Martin Moeren. Zweden heeft de twee sterkste broers van het land afgevaardigd. Magnus en Torbjörn Samuelsson. En zij hebben ongetwijfeld de grootste afstand afgelegd, helemaal vanuit Zuid-Afrika. Wayne Price en de grote publiekslieveling in Nederland, Gerrit Badenhorst. En dan vanuit Nederland genoemd van het alle grootste applaus voor Wout Zijmstra en Berend Veenewerd. Vanuit Finland, afgevaardigd Jouko Ahola en Sami Heinonen. Vanuit Noorwegen, Sven Carlsen en Sturla Davidsen. En het laatste team helemaal uit Hongarije, Tibor Messanos en Lozmo Verde. En dan, dames en heren, uw presentator van vandaag, de gastheer van al dit gespierde geweld, de man met de krachtigste, meest gespierde, sterkste stembanden van de wereld, Ron Brandstede. Goedenavond en hartelijk welkom en u thuis goedenavond, want het wordt ietsje later uitgezonden. Welkom in Hardenberg, het centrum voor de krachtsport van eigenlijk de wereld. Want de titel waarom gestreden gaat worden is de sterkste team van de wereld. En ik dacht dat ik een flinke jongen was. Maar als je dit hier, dit geweld naast elkaar ziet staan, hartelijk welkom. We wish you all a very warm welcome in the Netherlands. Nou, vanavond ziet u de eerste vier onderdelen en volgende week zaterdagavond zenden we uit de laatste vier plus de ontknoping. Wie wordt het sterkste team van de wereld? We gaan beginnen met een enorm spectaculair onderdeel. Vraag me niet hoe het kan, maar ze gaan het flikken. Drie vrachtwagens, in totaal 12 ton, gaan ze aan een touwtje vooruit trekken. En daar gaan we nu naartoe. We hebben geloot van tevoren en Engeland gaat beginnen. Ja, u ziet daar de scheidsrechter in beeld. De allersterkste man van de wereld in dat jarenlang, Magnus Ver, Magnusson, Taxemuke. En daarachter ziet u die vrachtwagens. En laat u zich niet in slaap sussen door de beschildering, want die zijn met z'n allen, met z'n drietje, 36.000 kilo. En het is misschien wel even leuk om te kijken wat voor gewicht dat is. Kom eens een beetje hier, een stuk of zes. Kom maar eventjes uit het publiek, vrijwillig. Beetje sterke, u ziet er ook heel sterk uit. U hebt een beetje schroom, hoeft niet hoor. Pak een touwtje. Als er nou een stuk of drie, vier aan die kant, ja, kom er maar bij. Zo, en dan gaan we eens even trekken. U heeft de leiding, u zegt zo ja en dan is het trekken geblazen, hè? Ja. Ja. Nou, dat valt me nog helemaal niet tegen. Ik zie hier zes man, hele felle kerels. Maar u bent wel het felste, geloof ik. Zeker weten. U maakt u kwaad, hè? Ja, dat denk ik. Ja, zeg, valt het mee of valt het tegen? Volgens mij zit u op de rem, hoor. Op de rem? Nee. Nee. Goed, nou, heeft u een beetje een goed idee gekregen van de zwaarte van deze opdracht? Jawel. Het is vrij pittig, hè? Oké, okay. Hartelijk bedankt. Geef ze een applausje, deze proefkonijnen. Het team dat de spits af gaat bijten uit Engeland boegbeeld van het team is Jamie Reeves, de viervoudig sterkste man van Engeland en tweevoudig sterkste man van de wereld. Bijgestaan door die 35-jarige, 129 kilogram zware en 1,75 meter lange Bill de Pitbull Pittock. Twee mannen met de nodige ervaring. Onder het toeziende oog van de viervoudig sterkste man van de wereld, Magnus Ver Magnussen, de scheidsrechter. Deze drie met elkaar verbonden vrachtwagens moeten zo snel mogelijk hand over hand over afstand van 15 meter van links naar rechts getrokken worden. En Ron zei het al, het totale gewicht is maar liefst 36.000 kilogram. Hard werken dus in deze zomerse temperaturen.
Het lijkt net alsof ze op de rem staan. De eerste in beweging brengen, dat lukt nog wel. Maar dan die twee anderen. 24.91, dat is de tijd die nu verbeterd moet worden. De 26-jarige Jouko Ahola. Hij is de regerend sterkste man van de wereld. In zijn vrije tijd speelt hij ijshockey en doet hij aan powersports. Hij is in een goed gezelschap, want zijn maatje Sami Heinonen is juniorkampioen bankdrukken van Finland. Alleen of hij veel zal hebben aan zijn grote hobby schaken vandaag, dat betwijfel ik. En klaar zijn ze er weer voor, de titelverdedigers. Zij zijn de mannen die hier verslagen moeten worden. De wereldkampioenen van vorig jaar, de Finnen. Alleen Riku Kiiri, die vorig jaar samen met Jouko de titel op zijn naam zette, is dit jaar in verband met een blessure niet van de partij. Hier in Hardenberg zal Jouko de Finse eer moeten verdedigen met Sami Heinonen. 21.97, een snelle tijd die moeilijk te evenaren is. Nederland heeft als organiserend land twee teams in de strijd. Team 2 bestaat uit Gerrit Gerritsen, die, gelooft u mij, veel gezelliger is dan hij hier kijkt. Hij wordt bijgestaan door Jarno Harms, die nog zwaarder en langer is dan Gerrit, maar wel 10 jaar jonger. Een veelbelovend team. Voor je beide krachtpatsers is het hier een thuiswedstrijd. Jarno krijgt nog wat klappen van zijn coach om hem lekker in de stemming te brengen. En naast kracht speelt ook techniek hier een grote rol bij dit onderdeel. Teamwork, goed op elkaar ingespeeld zijn en zorgen dat je snel in je ritme komt. Onder toezicht hoogte van Wout Zijlstra. ...21.53, de tijd van het team Nederland 2. Gerrit, kom even erbij. Kom eventjes erbij, want we kunnen even met jullie praten. Want jullie hebben een zware taak, jullie werken voor... Gaat het al? Jawel. Gaat het een beetje, meneer Dreugen? Ik ga zo niet door. Heb je daar veel steun aan als het gejuich opstijgt hier? Ja, tuurlijk. Jij komt uit Hardenbergen, Gerrit. Ja. Je bent een hele sterke man, hè? Ja, dat moet blikken vandaag, hè? Ja, dat moet blikken vandaag. En jij komt niet uit Hardenberg? Nee, ik woon in Vroomshoop, 15 kilometer hier vandaan. In Vroomshoop. Zijn er nog mensen uit Vroomshoop? Alle hoop is op jou gevestigd. Dames en heren, dit is Nederland 2. RTL 4. Tja, je hebt gelijk, Ron. Dat waren de verrichtingen van Team Nederland 2... die veel concurrentie zullen hebben van de sterke 36-jarige Gerrit Badenhorst... die samen met zijn 6 jaar jongere teamgenoot Wayne Price... de eer voor Zuid-Afrika gaat verdedigen. Gerrit Badenhorst is in het dagelijkse leven vertegenwoordiger. Professioneel sterke man en entertainer. Hij woont in het romantisch klinkende Bloemfontein... is drievoudig wereldkampioen powerlifter, brak het record zelfs van Bill Kasmaier... en is sindsdien ook wereldrecordhouder. Bovendien won hij de World Mighty Man in Zuid-Afrika. 22.44, dat is de tijd voor Zuid-Afrika. Langzamer dus dan het Nederlandse team. Zeker geen onbekende voor de kijkers van de Sterkste Man-programma's is de Duitse Heinz Ollers. Een imposante verschijning met zijn 1,95 meter. Hij wordt dit keer bijgestaan door de Sterkste Man van Duitsland 1997, Martin Moer. Martin is ook Europees en wereldkampioen powerlifter junioren 1994. In het dagelijkse leven is Martin vrachtwagenchauffeur. Maar ja, dan zit hij toch op een andere plaats dan nu. Erin in plaats van ervoor. Heinz is, mits die niet aan de vrachtwagens loopt te trekken, loodgieter. En daar moet je eerlijk gezegd toch niet aan denken dat hij bij jou thuis de knelfitting aan komt draaien. 22.47, dat is de tijd voor de Duitsers. Niet de tijd die ze gehoopt hadden. En ook zij weten de Nederlanders niet te verslaan. De beroemdste man van de Faroe-eilanden is Regin Vagedal. Maar bovendien is hij ook de allersterkste thuis. Hij krijgt echter hulp vanuit Nederland. Zijn teamgenoot is Peter Balters, de vijfvoudig kampioen powerlifter van Nederland bij de junioren. Vorig jaar won hij op de eerste plaats tijdens de halve finales bij de Sterkste Man van Nederland. Regin zelf is drievoudig kampioen van de Faroe-eilanden. De sterkste Viking van 1996 en zijn beste plaats bij de Sterkste Man van de wereld, dat was nummer 8. Teamwork, daar komt het ook op aan. Is van groot belang en dat lijkt nu moeilijk wanneer de een op de Faroe-eilanden woont en de ander in Uitgeest.
Ze zetten een tijd neer van 22.66, dus slechtste tijd tot nu toe met nog 7 teams te gaan. Where are the Faroe Islands? It's between Iceland and Scotland, somewhere there. Somewhere over there. How many people live on the Faroe Islands? 45,000 and me, so. 45,000 and me, and you know them all? Let's say like 30,000 of them. Maar ik moet nog even deze mannen nu voorstellen. Hij komt niet van de Vaareur-eilanden, maar... Uit Holland. En waar vanuit Holland? Ik kom uit Uitgeest. Uit. Hij komt uit Uitgeest. 2 keer uit. En hij is zo goed geweest om in te vallen, omdat zijn vaste partner, ja, die kon even niet. Die moest iets doen op de eilanden. En vandaar dat Peter Baltus hier... Zijn jullie al een beetje aan elkaar gewend, Peter? Ja, we hebben even gepraat en we hebben alles doorgesproken. Dus, Misschien nodigt hij je wel een weekendje uit voor op het eiland. Dat is hartstikke leuk, hoor. Ja, dat lijkt me wel leuk. Magnus is de oudste van de 2 Zweedse gebroeders Samuelsson. Hij is de 3-voudig sterkste man van Zweden en de nummer 3 van de wereld van vorig jaar. Torbjörn is evenals zijn broer Agraje en op zijn broer na de sterkste man van Zweden. In zijn vrije tijd houdt hij zich het liefste bezig met powersports. En zo te horen zijn niet alleen de armen, maar ook de stembanden van de gebroeders Samuelsson behoorlijk gespierd. Met veel gegrom worden de 3 trucks erg snel over de streep getrokken. ...2041 is inderdaad de snelste tijd. Ze hebben het team Nederland 2, die al die tijd de kop lag, verslagen. Ja, even praten met Nederland 2. Holland 2. Ja, zeg, jullie hadden de eerste positie en die ben je nu even kwijt. Is dat een streep door de rekening? Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik ben nu al blij dat we niet laatste zijn. Ik bedoel, we zijn wat dat betreft toch het minst ervaren van het hele stel. En dat we nu nog de tweede tijd hebben, ja, is gewoon boven verwachting. Toch tegen Zweden 1 als Holland 2, hè? Dat is toch geen slecht. Of nou, dit scheelt misschien een petje nu. De wedstrijd is nog niet afgelopen, dus wacht maar af. Ik zie je nu al een beetje kwader worden. Dat belooft wat voor de komende onderdelen. Het wordt nog veel gekker. Het wordt nog veel gekker. Ja, dat wordt het zeker, want de Noorden komen eraan. Daar bodybuilding kampioen van Noorwegen Sven Carlsen is 2-voudig sterkste man van zijn land en werd vorig jaar de nummer 7 van de wereld. Zijn maatje Stora Davidsson is de nummer 2 van Noorwegen. Nationaal kampioen powerliften en bovendien meervoudig Europees en zelfs wereldkampioen powerliften. En winnaar van de World Games. Dit onderdeel mag voor de beide heren dus geen enkel probleem zijn. Ze hebben de 3 wagens vrij snel aan het rollen. Maar dan moet het tempo erin gehouden worden. Een mooie tijd, 21.25. Maar voorlopig moeten ze genoegen nemen met een 2e plaats. De Zweden kunnen ze niet te baas. En dan is het tijd voor onze nationale trots uit Borculo. De 4-voudig sterkste man van Nederland en de nummer 3 van Europa, Berend Veenenberg. Hij heeft een sterke teamgenoot in de 33-jarige vleeskeurmeester uit Friesland. En 3-voudig vice-kampioen van Nederland, Wout Zijlstra. Wout is ook 4-voudig Nederlands kampioen in de Highland Games en de nummer 4 van Europa. Een sterke team is er op dit moment in Nederland niet denkbaar. Maar of ze de sterkste van de wereld zullen worden, dat moeten we nog even afwachten. Maar bij de krachtpatsers zal het in ieder geval niet liggen. En ook niet aan de aanmoedigingen van de vele toeschouwers hier. Onze beide Hollanders geven zich volledig en de inspanning is van hun gezicht af te lezen. Wat een teamwork! En wat een tijd, 19.72. De snelste tijd en Wout Zijlstra demonstreert ons een oud Fries overwinningsdansje. Wat vond je ervan? Het ging lekker. Ging goed met de tempo erin, maar ik weet de tijd niet. De tijd is, ik mag het je officieel mededelen, de snelste tijd tot nu toe. Blijdschap ook bij Sylvia, de vrouw van Berend. Maar is die blijdschap van lange duur? Want het Hongaarse team is ook niet misselijk. Laszlo Fekete, de 3-voudig kampioen van Hongarije, is dit keer gekoppeld aan de op 1 na sterkste man van Hongarije en de Europese kampioen powerlifter, Tibor Messanos. En dat begin, dat is weer zo moeilijk. Eerst moet dat dode gewicht van die 3 vrachtwagens weer aan het rollen gebracht worden. Dan vaart maken en zorgen dat je beide goed in je ritme komt. Dat is zo belangrijk. Maar Laszlo, geen probleem. En hoor eens even Tibor. Tibor heeft hier een hele bijzondere techniek. Een nieuwe techniek.
Maar 22.04 is niet voldoende om de eerste plaats over te nemen. Laszlo is daar duidelijk niet tevreden mee. Dat bedoel ik. Een schitterende start voor Nederland met Berend Vedenberg en Wout Zijlstra. Gevolgd door Zweden en Noorwegen. Het tweede team van Nederland neemt na één onderdeel een mooie vierde plaats in. De regerend wereldkampioenen uit Finland, zij hebben een teleurstellende vijfde plaats. Angsten te lijf en overwonnen. In een chaka bevrijd van vrees. Ratelband. Morgen op 4. Nieuw tijdschrift over sport en alles wat erbij komt kijken. Sportvisie, de andere kijk op sport. Sport, Sportvisie! Nog steeds bezorgd over vlekken? Probeer dan vernieuwde Libresse Invisible. Door de nieuwe vorm kan het vocht in het midden naar binnen, waar het Efficap-laagje het vocht vasthoudt. Kijk! Niet doorgelekt. Geen vlekken. Dankzij Efficat. Met Libresse Invisible zeg je nee tegen vlekken. De komedie van het jaar. Say hello to my little friend. Mafia. Nu in de bioscoop. Je wilt slank en fit blijven. En daarom is er nu Special K van Kellogg's. Het Special K ontbijt is vetarm. En dat is goed voor je lijn. De heerlijke flakes van rijst en volkoren tarwe geven je veel proteïne, extra vitamine en ijzer. Dus je blijft lekker in vorm. Met Special K van Kellogg's blijf je slank en fit. U denkt misschien dat het allemaal zwaar werk is wat u hier in beeld ziet, maar hier is een man die het zware werk achter de schermen doet, Marcel Mostert. Je bent vicepresident van de ISPA, hè? Nee, IFSA. IFSA, klopt. International Federation of Strong Athletes. En het is ook een zware klus, hè, met al die mannen uit verschillende landen. Het is een hele zware klus, want je moet ze constant proberen bij elkaar te houden, dingen uitleggen, valt niet altijd mee met hun. Wat me nou opvalt is dat ze zo leuk met elkaar omgaan. Ze moedigen elkaar aan. Het is net een soort rondreizend circus wat je misschien kan vergelijken met de Formule 1 racerij, hè? Ja, dat kan je zeker vergelijken, want ze zien elkaar elke week. Het is elke week een Grand Prix, Hongarije, Finland, Zweden. Dus ja, we kunnen goed met elkaar opschieten. Oké, we zijn begonnen met het truckpoelen en nu gaan we het loden laten zien. Kan jij even in een nutshell uitleggen wat er van de mannen verlangd wordt? Nou, het loden is het laden van 6 onderdelen wat op een truck gelegd moet worden. Ze moeten 5 meter lopen. De onderdelen variëren van 100 tot 120 kilogram. En ja, het zijn verschillende voorwerpen, dozen, vaatjes, ankers. Het maakt eigenlijk niet uit. Ze moeten zo sterk zijn dat ze alles kunnen laden. Ja, u hoort het nu van een expert, zullen we maar zeggen. Nou, Marcel, hartstikke bedankt. We gaan er samen naar kijken. Engeland en de Faroe-eilanden brachten het er niet zo best vanaf bij dit onderdeel. De Faroe-eilanden wonnen van Engeland met een tijd van 27.85. Maar kijk, Zuid-Afrikaan Gerrit Badenhorst daar lopen. En hier Wayne Price met de eerste gewichten van de 6 richting de oplegger. En aan de andere kant zien we dit Duitse team in actie. Er is niet alleen een strijd tegen elkaar, maar ook een strijd tegen de klok. Welk team weet als snelste alle 6 de voorwerpen op deze oplegger te deponeren? Team Duitsland is met 24.03 net even sneller dan Zuid-Afrika met zijn 24.24. Dat gaat heel goed, hè? Ja, zullen we maar zien. Hierna, eerst weer de Holland moet nog komen. En dat lijkt bijna goed zover. Zo, ons zal eerst zomaar nou al beginnen juichen, je weet. Ja, ja. Ons zal eerst wachten.
Ja, ons zal eerst wachten. We hebben natuurlijk een band met elkaar, Zuid-Afrika en Nederland. Spreek je nog steeds wel een beetje Nederlands? Kan je het verstaan? Ik kan een beetje verstaan als... Wat ik mooi luister, kan ik een paar woorden horen en verstaan. Maar Langzaam praat. Zag ik het goed dat jij Gerrit de zware dingen liet dragen? Maar je ziet dat slim. Hij is sneller. Ja, ja, zo kan ik het ook. De regerend sterkste man van de wereld, Jouko Ahola uit Finland, stormde daar op het eerste gewicht af. Evenals Laszlo Fekete aan de andere kant doet voor Hongarije. Niet geheel zonder gevaar deze enorme gewichten. Jouko Ahola en Sami Heinonen zetten met 2019 een hele mooie tijd nu voor Finland. Terwijl Tibor en Laszlo nog aan het zwoegen zijn voor Hongarije. Sami en Jouko, can I talk to you? Yes. Physically, ja. Yeah. Yes. Zij, moet u namelijk weten, zij zijn de titelverdedigers. You hold the title strongest team of the world. Last year, you did with Mr. Riku. Ja, Riku Kiri. Riku Kiri, Jouko en Riku hebben samen dus de titelsterkste team. What are your chances this year, Jouko? I think very well, because I have a new partner and he is very strong and fast. Strong and fast, that is the combination, eh? Thank you very much. I think you had a very good time. Yes. And I wish you a good time as well. We staan er klaar voor. We hebben applaus voor Noorwegen, Sven Karlsen. En deze Noorse Sven Carlsen en Stoela Davidsen gaan het nu opnemen tegen Team Nederland 2. Gert Gerritsen en Jarno Hams. De twee jonge Nederlandse honden in dit grote circus van de sterkste mannen van de wereld. De teams, daar gaat het nu om. Het probleem zit hem niet alleen in het gewicht, maar ook in de verschillende vormen. Dat vaartje is erg belangrijk. Moet precies rechtop gezet worden, anders krijg je strafpunten. Mooi voor deze Hollandse kanjers. Ze zetten een snelle tijd neer. Maar weten niet de regerende wereldkampioen Finland te verslaan. Want die zijn met 20.19 wel heel erg snel. Ja, fantastisch toch of niet? Ah. Jarno, fantastisch. Het is een enorme explosie. Heb je zoveel steun van de mensen hier? Ja, natuurlijk. Ik kan me enorm opladen met al deze mensen erbij. Dat is fantastisch. Ik zag op een gegeven moment... dat die ene kist, die gaf je nog een hopje mee. Ja, dan moet je zeker weten dat hij er goed op komt, hè. Onze dames en heren, gaan we door. We gaan kijken naar de hele grote hal. Zeven, Wachters en Turban Samuelsson. De nummer 1 en 2 van Zweden, Magnus en Torbjörn Samuelsson uit Kisa, zijn twee zware tegenstanders voor onze Berend Vedenberg. En natuurlijk Wout Zijlstra. Bij het vorige onderdeel bleken Berend en Wout in topvorm te zijn. En hopelijk zijn ze dat ook nu weer. Wout lijkt geen probleem te hebben met dit soort kruisraket. Maar ook de Zweden gaan er meteen goed tegenaan. Oeh, en dat kost natuurlijk tijd. Magnus liet er iets vallen. En zijn broer doet het wat dat betreft toch even iets beter. Torbjörn. Berend met het laatste vaatje. Heel mooi, Berend en Wout verslaan de twee reuzen uit Zweden. Maar zijn met 21.50 net iets langzamer dan het tweede Nederlandse team met 21.10. Een ding is rechtop. We praten eventjes met Berend, want die Wout, dat is net een Fries veulen. Als die een prestatie heeft neergezet, dan moet hij altijd even afreageren en loopt hij even een ere rondje. Wout, volgens mij ging het lekker. Ik dacht het wel. Het zit dicht bij elkaar natuurlijk. En het is even verschrikkelijk spannend. Ik dacht dat Zweden, Magnus Samuelsson, even een probleempje had met het ene grote kist. En die viel er weer vanaf. En dat zal misschien wel even een paar seconden schelen. Zijn jullie nou extra gemotiveerd omdat je in het oranje strijdt tegen die andere landen? Verschrikkelijk gemotiveerd. Ik heb al 2 weken niet geslapen hiervoor. Vanmorgen zat ik nog met mijn kleine zoontje heel rustig. Maar het gaat nou zo... Alle kracht komt eruit. Wordt hij ook zo sterk, die kleine? Ik probeer hem veel eten te geven. Hij moet wel.
Goed, we zijn benieuwd. We gaan samen met jullie kijken naar de tijd, jongens. Maar fantastisch zoals jullie vandaag strijden. Heel goed. Geef ze nog even een hoeraadje. Wouter en Willem. Zij eindigen op dit onderdeel op de derde plaats, maar blijven in het algemeen klassement aanvoerders. Finland wint dit onderdeel, gevolgd door het tweede Nederlandse team dat een schitterende tweede plaats inneemt. In het algemeen klassement zien we onder Berend en Wout op een gedeelde tweede plaats Team Nederland 2, samen met de regerend wereldkampioen Finland. Het volgende onderdeel is een vrij oud, traditioneel onderdeel. Goedenavond. En dat is het gooien van een gewicht van 25 kilo over een hoogte van zo'n pakweg 5 meter en hoger. En dat moet met één hand gebeuren. En om u een idee te geven van 25 kilo, heeft Angelique even 5 zakken aardappelen gehaald. Je bent een grote eetster, hè, Angelique? Ja. Nou, en als je dit dan over 5, dat is niet te doen, maar wij hebben hier een aantal mannen die dat wel kunnen. We beginnen weer met Engeland. Ron heeft het niet makkelijk vandaag, maar dat geldt ook voor Engeland, dat na 2 onderdelen de laagste plaats inneemt. Ze zullen er hard voor moeten werken. De eerste beurt is voor die flamboyante Jamie Reeves. En die 4,60 meter lukt de sterkste man van de wereld van 89 en 1990 niet. En dan is de beurt aan die 35-jarige bierbrouwer uit Northampton, Bill Pittard. 1, 2. En dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar elke deelnemer heeft per hoogte 2 kansen. En zie ik daar nou enig leed voor maken in de ogen van Wout? Jamie Reeves, dit is zijn laatste kans en nee, de Britten liggen eruit. De maximaal behaalde hoogte van de beide teamgenoten wordt bij elkaar opgeteld en levert dan de eindscore op bij dit onderdeel. Dat is voor Engeland 8,60 meter. We gaan nu naar de 4,80 meter. De Hongaar, Tibor Messanos, de Europese kampioen powerlifter. En die heeft er geen problemen mee. Peter Baltus, die vandaag uitkomt voor die Faroe-eilanden. Hij is die vijfvoudig Nederlands kampioen powerlifter, dus deze 25 kilogram mag voor hem geen probleem zijn. Daar moet het heen inderdaad, Peter. Nou, nog een keer dan. Ik heb alle vertrouwen in hem. En terecht. Gerrit Baderhorst, nog even goed kijken. Zo, die kant weer op. De vieze wereldkampioen van 1996. Altijd in voor een grap, maar is nu erg serieus. Hij neemt er de ruimte voor, letterlijk en figuurlijk. Zijn maatje Wayne Price. Zijn beste prestatie bij de sterkste man van de wereld was overigens een 5e plaats. En hij gooit hier ook hoge ogen, wou ik zeggen. Maar nee, dat was het toch net weer niet. Het scheelde weinig. Gerrit heeft het hem laten zien. Het was maar een klein stukje dat hij hoger moest. En dat gaat hij nogmaals proberen. En ook die tweede beurt lukte hem niet. En dit is de reusachtige Zweed, Magnus Samuelsson. Getrouwd met de sterkste vrouw van Zweden in 1996. En ja, dan moet je zelf ook wel sterk zijn. Of misschien houdt dat hem juist wel in conditie. En het lijkt wel of dat hem geholpen heeft. Weer een overwinningskreet van Zweden. De jongste deelnemer met zijn 23 jaar, deze allround krachtsporter, Jarno Hams. Uit Vromshoop, en dat ligt hier vlakbij. Jammer, net niet. Gert Gerritsen had nog even een kort maar stevig onderhoud met hem. En kijk of dat werkt. Als het niet lukt, heeft hij verteld dat hij hem veel harder gaat slaan. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Jammer, jammer, dit niet. Totaal 8,90 voor je team Nederland 2.
Jouko Ahola. Een van de mannen wiens beroep dit is. De sterkste man van de wereld. Hij reist met het hele circus mee. En dat lukt hem niet. Jouko Ahola en Sami Hainonen. Wout Zijlstra, de regerend wereldrecordhouder op dit onderdeel met een hoogte van liefst 5,59 meter. 1,97 lange reus uit Volsgare, of zoals de Friesen het zeggen, Volsgare, haalt dit dan ook moeiteloos. Maar hoe zit dat met Berend? Het is niet zijn beste onderdeel. Maar Berend is in topvorm vandaag en hij doet het ook moeiteloos. We gaan het hier een beetje moeilijker maken. De lat gaat naar 5 meter. Een respectabele hoogte. Laszlo Fekete, de Hongaar, kondigt hier zijn maatje Tibor Messanos even goed aan. Maar de aankondiging hielp niet. Ze liggen eruit. Een totale hoogte hebben ze met z'n tweetjes van 9 meter 10. Dat is dus het eindresultaat voor Hongarije. Peter Baltus, hij moet hier hoog houden voor de Faroe-eilanden. Zijn teamgenoot Regin Fagadal, die heeft al afgehaakt, die ligt eruit. De hoop van alle Faroe-eilandbewoners is gevestigd op Peter. Maar jammer genoeg lukt het hem niet. Totale hoogte voor hem is 4,80 meter. En dan Gerrit Badenhorst bespeelt het publiek weer samen met Wayne Price. Hij weet dat als geen ander te doen, deze entertainer en sterkste man. Even vaart maken en op het juiste moment loslaten en op het juiste moment eronder vandaan lopen. Want ook dat is belangrijk bij dit onderdeel. Gelukt ze niet. 5 meter en 4 meter 40 maakt gezamenlijk 9 meter 40. De eindstand voor Zuid-Afrika. En dan deze Zweedse reus weer, Magnus Samuelsson. Het is zijn laatste beurt. De spanning stijgt in het Zweedse kamp. En ook hem lukt het niet. 5 meter en 4 meter 10 brengt het gezamenlijk op 9 meter 10 voor Zweden. Wout Zijlstra, hij is nog steeds in de strijd en hopelijk blijft hij dat. Of het maar 5 kilogram zwaar is, zo werpt hij over deze 5 meter heen. Berend liep tijdens zijn voorbereidingen een blessure op. Hij scheurde een borstspiertje, maar hij houdt zich tot nog toe erg goed. En dit lukt hem ook. Wout, een schitterende worp over de 5 meter. Maar met veel gemak, volgens mij. Heb je nog wat over, hè? Ik denk dat ik nog wat over heb, maar ja. Het wereldrecord is verrekte hoog natuurlijk. Dat heb ik zelf gedaan. Maar ik ga het toch... Ik ga proberen. 5,59 meter, 3 weken heb je dat gegooid op de Highland Games. Waar was dat? Oulu, Finland. Ja, we weten allemaal waar het ligt. Maar nu, je gaat echt een poging wagen om je eigen wereldrecord te verbeteren. 5,60? 5,60. Ik moet het gewoon proberen hier van het Nederlandse publiek. Anders dan, ja. Dus ik moet wel. Nou, we zien wel, zo ver zijn we nog niet. En maar Berend moet nog over de 25, geloof ik, hè? Nee, ik laat de eer dat betreft aan Wout om probeer je wereldrecord te evenaren of te verbeteren. Want er zijn altijd nog een paar mensen geweest die zeggen van nou, het bestaat haast niet. Het is ook bijna niet te geloven dat iemand zo hoog kan gooien. Daarom denk ik dat hij het wil proberen vandaag en om gewoon te laten zien dat hij daadwerkelijk kan. Iedereen kan er getuige van zijn. Het kan nog een heel historisch avondje worden vanavond, hè? Ja, ik wens vanaf deze kant zeer zeker succes ermee en ik hoop dat hij het haalt. We gaan het aanstonds allemaal meemaken. Dankjewel Berend. Zet hem op, Wout. En zelfs de hoogwerker moet eraan te pas komen. Alles wordt nauwkeurig nagemeten. U bent hier dankzij de camera's van RTL 4 getuige van de poging van Wout Zijlstra om zijn eigen wereldrecord van 5,59 meter te breken. De lat ligt nu op 6 meter rond. De officials doen hier hun werk. Het is een officiële poging. Just there. Okay. So we measured it 11:20. So half of that is 5:60, right? So we have to wait till... Ja. En dan is het zover. Concentratie is af te lezen van het gezicht van Wout Zijlstra. Het publiek staat weer volledig achter deze boomlange Fries. Oh!
naast de aanmoedigingen van Berend Veenenberg. En dan staat Wout Zijlstra er helemaal alleen voor. Even een korte pep talk. Maar dan moet het toch gebeuren. 1-2. En dat is hem gelukt. Wout Zijlstra. Hij verbeterde hier zijn persoonlijke wereldrecord. En dat ligt nu precies op 5,60 meter rond. Een hand geven. Je hebt een nieuw wereldrecord gevestigd hier in Hardenberg. En daar zijn we allemaal verschrikkelijk trots op, Wout. Van harte gefeliciteerd. Berend is een beetje ontroerd, dat kan je zeggen. Mag ik even vragen, Wout? Wat zei Berend nou toen hij net naar je toe kwam, vlak voor die poging? Berend kent me goed. Hij raakte, zoals altijd, weet hij mijn gevoelige punt. Doe het voor je zoontje, zei hij. Nou, gelijk ging het vuur. Dus ik heb het ook aan Berend te danken. Een wereldrecord gevestigd. En de tranen staan in hun ogen. Is dat mooi? Is dat topsport voor de kleine Wout? Team 1 van Nederland vindt dit onderdeel glansrijk. Dat levert weer 10 punten op voor dit algemeen klassement. Zuid-Afrika scoorde vandaag nog niet eerder zo hoog als met deze tweede plaats. Derde plaats Hongarije, 4 Zweden en 5 de wereldkampioen Finland. In het algemeen klassement blijven Berend en Wout ruim aan kop. Gevolgd door het andere Nederlandse team dat met Finland de tweede plaats deelt. Maar het verschil met Zuid-Afrika en Zweden die de vierde plaats delen is slechts 2,5 punt. De strijd blijft spannend. We zijn toe aan het vierde en laatste onderdeel van deze zaterdag in de strijd om de sterkste man van de wereld. Het zijn 5 enorme kogelronde stenen. Het begint bij 110 kilo, het loopt op naar 120, 130, 140 en deze laatste is 160 kilo. Die moeten daar bovenop die tonnen gedeponeerd worden. En om u nou een beeldend idee te geven van het gewicht van die laatste 160 kilo, hebben wij onze Hardenbergse assistentes bereid gevonden om hier op de markt dat even te demonstreren. Hoeveel is nou 160 kilo? Gaat uw gang, dames. Dat zijn 16 emmertjes water halen. En op deze manier krijgt u en vooral zij even een ideetje van het gewicht dat door de mannen verplaatst wordt. Even een applausje voor onze Hardenbergse assistentes. Ik maak even dat ik wegkom. Je weet maar nooit. Maakt u zich maar geen illusies, dat doet Hans Gezang al voor u. Magic and Mystery Moments, morgen op 4. Als het weer zomer wordt, gaan veel Nederlanders weer barbecuen. Dat kan heel gezellig zijn. Maar er zijn twee dingen waar u voortaan goed op moet letten. Punt 1. Ravicottesaus voor bij de vis. Punt 2. Zoete chilisaus voor de hamburger of een drumstick. Ravicot en zoete chili van Calvé. Want je gelooft echt dat het 34,5 jaar geleden dat je dat allemaal meegemaakt hebt. Kijk er nou eens naar. Ja, dat doe ik wel, maar gaat even niet meer. Kun je mij vertrouwen? Waar is de beest? Daar is hij. Zo. Boekt Emiel opnieuw succes. Ratelband, morgen 10 uur. RTL 4. Honig heeft weer een leuk nieuw idee. Yo. Ja, aardappelidee. Overmix voor aardappeltjes in een heerlijk gekruid jasje. Oh, poëtisch. Jongens. Ja. Heel leuk. Je schudt wat verse aardappelblokjes om met de overmix. En na 25 minuten in de oven is het lekker goudbruin voor Hoi. Elkaar. Hoi. Ga hem afblijven. Lekker zeg. Is dat? Nou, aardappelidee. Ja. Goh, heb je het zelf bedacht? Nee. Lekker hoor. Aardappelidee van Honig. Je kunt er niet van afblijven. Nieuw van Calvé. Bearnaise saus voor bij de vis.
En nu wordt het menens de Stonesal Strength, een van de zwaarste onderdelen. En het laatste onderdeel van vandaag, Jamie Reeves van het Engelse team. Hier in actie met aan de andere kant Bill Pittard. De beide heren gaan die behoorlijk gelijk op. Het gaat erom, Ron heeft het precies uitgelegd, deze loodzware massieve kogels daar bovenop die ton te leggen. Ja, dat klinkt veel makkelijker dan het is. Het venijn zit er bij de staart, die laatste. Want die is maar liefst 160 kilogram zwaar. En als ik het goed zie, is dit 140 kilogram... waarmee de beide heren ieder aan de eigen kant aan het worstelen is. En zodra een van de heren de laatste steen op de ton gedeponeerd heeft... dan mag hij zijn teamgenoot helpen. Eerder niet. Jamie Reeves, de sportschool-eigenaar uit Engeland. En onze bierbrouwer aan de andere kant. En het, ja, het lukt Jamie. Bij die 140 kilogram, maar daarmee houdt hij het voor je gezien voor je vandaag. Dat brengt in het totaal 7 stenen in de tijd van 52,72. Peter Baldus, de hoop van de Faroe-eilanden, samen met Regin Vagadal. Die woont er tenminste echt. Magnus Ver Magnussen geeft aan dat de beide heren kunnen beginnen. Peter uit Holland is goed in vorm, Peter Baldus. Gaat hem goed af. De voorlaatste, 140 kilogram zwaar. En ook Regin in actie. En dan die 160 kilogram. Het ging goed. De tijd is ook niet verkeerd. Een man met karakter. Het ontbreekt hem zeker niet aan kracht. Misschien een heel klein beetje aan techniek. Want ook techniek speelt hierbij een hele grote rol. Lang de maximale tijd van 90 seconden niet verstreken is... mogen de heren het blijven proberen. Dat bedoel ik. Misschien helpt het. Aan het publiek zal het zeker niet liggen. Die waren weer dol enthousiast hier in Hardenberg. De geluiden worden steeds vreemder. Het scheelt heel weinig. Nee. 8 steden in de tijd van 22,72. Peter, je was er heel dichtbij. Het scheelde op een gegeven moment maar een centimetertje. Ik weet er alles van. Jammer, hè? Ja, kijk, in training heb ik trainen met een bal van soortgelijk. En die gooi ik er 5 keer op. Alleen, nu heb je er al 4 gehad, dus mijn lucht, dat is alles eigenlijk. Ja, je staat al aan de 600 kilo, natuurlijk. En die laatste is de zwaarste, dat is altijd het allermoeilijkste. Maar één ding kan ik je zeggen, 45.000 eilandbewoners zijn trots op je. Ja, oké. Okay. Voor de vader, onze eigen Hollandse jongen, Peter Baltus. En dit is het onderdeel van de Hongari. En daarmee Laszlo Fekete. Hij loopt met deze honderden kilo's te wandelen of het kippeieren zijn. Tibor heeft er duidelijk iets meer moeite mee. En ik denk dat het de heren wel lukt om ze alle 10 neer te zetten. Laszlo Fekete is er al klaar mee. Rent meteen naar de 160 kilogram. Van zijn teamgenootje tilt hem op. En als hij die erop krijgt, dan zal de rest ook geen probleem zijn. 10 steden in de tijd van 34,28 voor Hongarije. En dat is niet verkeerd. I am strong! Dat geloof je wel. Congratulations, Laszlo. Fantastic. It worked. Oh, later. Laszlo is nou even de man van geen woorden, maar alleen maar Dari. En als ik het goed lees, staat u Sven Power op de linkerbord van Sven Carlsen. Nou, kracht heeft hij genoeg. Borst zijn een beetje ingesmeerd met iets wat het allemaal wat stroever maakt. Sven Carlsen, die professional bodybuilder, dat is uniek voor Europa. Er zijn maar weinig mensen die daar de beroep van kunnen maken. Hij werd tweede bij de laatste Grand Prix in Finland van de sterkste man. En samen met Sturla Davidsen, de powerliftkampioen, gaat hij hier de eer van Noorwegen verdedigen. En Sven gaat erg goed, alleen nog even die 160 kilogram.
Sturle Daafsen heeft er wat meer problemen mee. En dan rent hij naar de andere kant om zijn maatje even te helpen. Voor de tweede keer, u ziet het goed, gaat hij daar de 160 kilogram te lijf. En zal het dan lukken? Gevoederdruk, die laatste steen. Is een dubbeltje of eigenlijk een grote kanonskogel op zijn kant? De maximale tijd is nog niet overschreden. Dat betekent dat ze nog steeds een kans maken. Maar er zijn ook de mannen die niet van opgeven weten. Met z'n tweeën lukt het niet allemaal alleen. Nee, het is jammer. Of toch? Nou, nog één keer dan. Met z'n tweetjes. De laatste keer. En luister weer eens naar het publiek. En dat helpt. Die krachtexplosie nog even die paar millimeters. En het is gelukt. 10 stolen met een 10 steden, moet ik zeggen. Met een tijd van 34.10. De Stones of Strength. En dan de Duitsers. Heinz Ollensch. Onze bekende reus en Martin Moer. Een goede start. Angel is een van zijn sterkere onderdelen ook. Martin kan hem redelijk bijhouden bij die worstelers nog even. Die laatste zware steen van 160 kilogram. Martin Moer is het niet gelukt. Heinz inmiddels wel. Even Martin helpen. Van je 1, 2 en 3. Ja hoor, daar ligt hij dan. 33.40, dat is de tijd. Ze hebben het samen geschafft. Dat was fabelhaft ongelooflijk. Ik denk dat is de snelste tijd. Ja, glaube ich nicht ganz, aber die Besseren kommen erst. Aber wir haben unser Bestes getan. Ja, es war fabelhaft. Okay. Sind Sie zufrieden nach dem ersten Tag? Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt auf jeden Fall. Es ist ein schwerer Wettkampf und jeder tut sein Bestes. Es sind die Besten der Welt hier. Wir sind so in der Mitte. Also ist gut. En dan de Zuid-Afrikaner Wayne Price. Samen natuurlijk met Gerrit Badenhorst. Gerrit, zijn groot hobby is tuinieren. En als ik het goed bekijk, heeft hij volgens mij thuis een rotstuintje. Het gaat erg snel met de heren. Nog even de helpende hand en een bekende Zuid-Afrikaanse kreet. 10 steden in 24.88. Erg snel voor Zuid-Afrika. En zo viert Gerrit dat. Onze Zuid-Afrikaanse vrienden, een heel spectaculair duo, Wayne en Gerrit. Congratulations, there was a fantastic performance. And I also think you look very spectacular. What is it, my next? I think in South... Oh boy! Terrible, he has a placer. But I think in South Africa is more sun than in North Africa. Definitely yes. You are the fastest at this moment. That's what I want to know. Thank you. Good luck next week, Wayne and Gerrit. Voor niks niet bang niet. Het Zuid-Afrikaans verdon wordt ook met een minuut beter hier in Hardenberg. Magnus en Torbjörn Samuelsson, de twee reusachtige Zweden. Het mag voor de beide heren geen probleem zijn. Beide agrariër en hebben allerlei leuke spelletjes op de boerderij waar ze mee oefenen. Dat is duidelijk te merken. De beide broers zijn ook behoorlijk aan elkaar gewaagd. Eerst is dat beet pakken. Dan is natuurlijk dat gewicht op de knieën brengen. Dan omhoog stoten en dan nog even dat extra stukje optillen. Magnus gaat het snelste nog even zijn jongere broer Torbjörn helpen. En daar ligt die laatste kogel van 160 kilo. 10 stuks in de tijd van 34.10. Gerrit, ben je hier goed in? Redelijk. Het gaat tot nu toe meer dan redelijk, want je staat samen met je partner op de derde plaats, hè? Ik vind het toch. Kijk mooi. En je hebt al één onderdeel als Nederland 2 van Nederland 1 gewonnen. Ja, dat heb je goed.
En ook Jano Harms is er helemaal klaar voor. Nog steeds uw teamgenoot natuurlijk van Gert Gerrits in Team Nederland 2. En de beide heren hadden deze reusachtige kogels aan of het kiezelsteentje zijn. Goeie prestatie van deze twee jonge mannen. Magnus Vermakkersen kijkt nou lettend toe of alles goed gaat volgens de regels. Erg belangrijk natuurlijk, een goede scheidsrechter. Maar wat dat betreft was er niets op de organisatie hier in Hardenberg aan te merken. Alles verliep weer feilloos. Alleen dat laatste steentje. Oftewel, de laatste loodjes die wegen het zwaarste. Die 160 kilogram. Voor wat aanmoedigingen van de coach erbij. De maximale tijd van 90 seconden is nog niet overschreden. En tot die tijd verstreken is, kunnen ze het blijven proberen. Maar je mag je maatje pas helpen wanneer je zelf de laatste steen bovenop de ton hebt gelegd. En dat is het probleem aan beide kanten. Het zijn twee mannen die niet van opgeven weten, maar ja. Het lijkt vanaf deze plaats ook makkelijker dan het is. Er is natuurlijk ook nog het laatste onderdeel van de dag. En dan die laatste twee loodzware stenen. De tijd werd net stopgezet bij de achtste steen op 25.13. Op de andere stopwatch loopt de tijd door. Halen ze nog een steen, dan wordt de tijd opnieuw stilgezet. Nee, ze geven het op. 8 stenen met de tijd van 25.13 voor Nederland 2. Dit zijn de mannen op wiens titel vandaag wordt gejaagd, de Finnen. Het sterkste team van de wereld. Jouko Ahola en zijn nieuwe maatje Rico Kiri, die is geblesseerd, heb ik al eerder verteld. En zijn nieuwe maatje Sami Heinonen. Tot nog toe gaat het redelijk met de Finnen. Ik verwacht dat ze hier ook een hele goede tijd gaan neerzetten. Dit is een van hun betere onderdelen. Jouko Ahola is klaar. Help nog eventjes samen Sami Heinonen. En een hele snelle tijd. De snelste. De beste tijd op dit onderdeel met 22.41. En zal het Berend en Wout lukken om over die tijd van 22.41 te komen? Een moeilijke opdracht voor Berend Veenberg en Wout Zijlstra. Het zal erom spannen. Het begin is snel. Wout die gooit ze erop of het pakjes boter zijn. Dat doet hij ook nog even bij dat voorlaatste behoorlijk zware gewicht. En die 140 kilogram, maar dan die 160. Geen probleem voor Wout Zijlstra. Berend heeft hem bijna op. Laatste zetje. 24.23. Nee, net niet over de tijd van de Finnen. Maar wel een mooie tweede plaats. Berend en Wout. Als jullie nog in staat zijn, zou ik nog heel even met jullie van gedachten willen wisselen. We zitten op de helft van de strijd. Volgende week zaterdag zenden we de tweede helft uit en er komt de ontknoping. Maar ook voor jullie is de eerste helft fantastisch gegaan. En voor jou, Wout, moet het helemaal een hele mooie dag geweest zijn met het verbreken van je eigen wereldrecord op 5,60 meter met het gooien van het gewicht. Ja. Nou, je bent de beste van deze planeet. Goed gevoel is dat, het hoog hoor, ja. En ja, ik heb Berend, we hebben met z'n beiden getraind. En Berend had een flinke achterstand. Hij had de druk en blessures. En ik heb diep respect dat hij zo terugkomt. En dit belooft wat. Ja. Ja, dit belooft wat. Deze twee mannen beloven wat. En we zien hem terug in de tweede helft. Berend Veenberg en Wout Zijlstra. Als gezegd winnen de Finnen de Stones of Strength. Nederland 1 wordt tweede. Zuid-Afrika op een mooie derde plaats. En de buitering van het tweede Nederlandse team naar de negende plaats zal zijn consequenties hebben voor dit algemeen klassement. Waar Berend en Wout nog steeds de eerste plaats in nemen. Met 5,5 punt verschil op de nummer 2 Finland, 3 Zuid-Afrika, 4 Zweden en een vijfde plaats voor dit tweede Nederlandse team. Ja, dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van de eerste helft van de strijd. Sterkste team ter wereld, 1998. Ik heb zelf helemaal niks gedaan, maar ik kan u zeggen, ik ben doodmoe van al het gesjouw. En wij danken u allemaal namens al deze atleten voor het meeleven met hun prestaties. De eerste plaats, u heeft het net gehoord, staat Nederland 1. Tweede is Finland. En derde is Gerrit en zijn vriend Wayne uit Zuid-Afrika.
En we hopen, en ik spreek namens hen allemaal, dat u volgende week weer op ons afstemt. Want dan maakt u de spectaculaire ontknoping mee. Wie wordt het sterkste team van de wereld in 98? Goedenavond, dames en heren. Welkom in de evenementenhal van Hardenberg. En hier is hij, uw ijzersterke presentator, Ron Brandsteder. Dank u hartelijk, goedenavond. En hartelijk welkom, televisiekijkers, ook hier in Hardenberg. We gaan ons bezighouden met de strijd om de titel Sterkste Team ter Wereld 1998. En een schitterend internationaal veld van zeg maar de Cruijffs en de Van Bastens en de Liedmanens van de krachtsport, die zijn hier vanavond ook aanwezig. En vanavond is dan de avond van de ontknoping. We zijn vorige week zaterdag voor u begonnen. En dit is de inzet. De beker die voor de eerste keer werd weggegeven verleden jaar aan Jouko Ahola. Maar ik ga het klassement met u doornemen van de tiende naar de eerste plaats. En daarmee introduceren we ook de deelnemers. En verwelkomt u ze thuis ook met een hartelijk applaus. Op de tiende plaats, na vier onderdelen in het klassement, Engeland met Jamie Reeves en Bill Pittock. Op de negende plaats, de vertegenwoordigers van de Faroe-eilanden, Reagan Wagadal en Peter Baltus. Op de achtste plaats, uit Noorwegen, Sven Carlsen en Sturla Davidsen. Op de zevende plaats de mannen uit Hongarije, Laszlo Fekete en Tibor Mezanos. Op de zesde plaats uit Duitsland de loodgieter Heinz Olesch en Martin Moer. Op de vijfde plaats zien wij het tweede team van Nederland. Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Dan op de vierde plaats, heel erg mooi, zien wij twee broers, twee agrariërs uit Zweden. Magnus Samuelsson en Torbjörn Samuelsson. En dan nu, op de derde plaats, Zuid-Afrika, Gerrit Badenhorst en Wayne Price. En dan op de tweede plaats, huidige wereldkampioenen, Jouko Ahola en Sami Heinonen uit Finland. Jouko Ahola is ook de sterkste man, strongest man in the world, 1997. En de nieuwe competitie vindt plaats in Marokko. En dat is later in het jaar, oktober geloof ik. En dan, dames en heren, heel prachtig. We zijn er heel erg trots op, want ze staan met een flink aantal punten verschil bovenaan. Uit Nederland, Wout Zijlstra, Berend Veenenberg. Nederland 1. Wout rechts, Berend, sterkste man van Nederland aan de linkerkant. En u zag misschien verleden week Wout Zijlstra. Hij brak het wereldrecord, 25 kilo in de hoogte over de 5 meter 60. Een officieel wereldrecord gebroken bij het sterkste team van de wereld. En nu de scheidsrechters. Wout de Jong, Fokko de Jong, maar de hoofdscheidsrechter is sterkste man van de wereld voor een groot aantal jaren uit IJsland, Magnus Ver Magnusson. En je moet inderdaad een beetje geflipt zijn om je te wagen aan dit onderdeel, want het is een gigantische band van een soort shovel, een soort bulldozer, die even niet gebruikt wordt en die we even konden lenen. We gaan hem straks even wegen. Het is de bedoeling om dat enorme ding 6 keer over de kop te gooien naar het eind hier. En dat moet binnen maximaal 90 seconden gebeuren. Als dat niet gehaald wordt, dan wordt de afstand gemeten. En uiteraard in het andere geval is de tijd beslissend. Heren, zullen we hem eventjes op deze tonnenweegschaal zetten? Die geeft het gewicht aan achter de komma. En het zal geen ton zijn, dat natuurlijk niet. Maar even het knopje indrukken. En dan zien wij, punt 80, dat is 800 kilo, dames en heren.
800 kilo. Dus dan geeft u een klein beetje een indruk wat de mannen te wachten staat. De bierfusten waar deze Engelse bierbrouwer Bill Pittock normaal gesproken mee loopt, die zijn een stuk lichter. En dat is een ding dat zeker is. Terwijl de eerste teams zich gereed maken voor de wielflip, vraagt het aanwezig publiek zich af of het Berend en Wout zal lukken om de eerste plaats te handhaven. En of zij met de titel het sterkste team van de wereld naar huis zullen gaan. Hun voorsprong op de nummer 2, de Finne, is op dit moment 5,5 punt. Regin Fagadal vraagt nog even hoeveel keer dit reusachtige wiel omgegooid moet worden. En dan is het tijd voor de Faroe-eilanden. Links in beeld Regin Fagadal en de Hollander Paul Balters. En rechts Jamie Reeves en Bill Pittock, het Engelse team. Niet alleen een strijd tegen elkaar, maar ook een strijd tegen de klok. Het gaat bij dit onderdeel om de snelste tijd. Regin Fagadal, de sterkste Viking van 1996. Drievoudig kampioen van zijn eilandengroep, de Faroe-eilanden. En hier de Britten, de routiniers in beeld. Het gaat goed bij de Faroe-eilanden. Nog één flip, nog één omwenteling. En daar halen ze de finishlijn in de tijd van 32,22 seconden. Dat is hun score. Jamie en Bill lukt het niet. De score voor de Engeland is 3 flips. En de tijd die dan genoteerd wordt is de maximale tijd voor dit onderdeel 90 seconden. Noorwegen. Sven Carlsen, de beroepsbodybuilder. En Stula Davidsen, de nationale kampioen powerlifter. Power genoeg dus in dit team, maar ook hier aan de kant van Hongarije. Tibor Messanos. En Laszlo Fekete, de koning van de Stones of Strength. Vorige week zagen we hen op dat onderdeel schitteren. Maar hoe gaat het met dit onderdeel, de wielflip? Een reusachtig wiel. Behoorlijk gewicht. We hebben het Ron horen zeggen in het begin van het programma. 800 kilogram. En ga daar maar eens aan staan. Enige problemen aan de kant van Hongaar. En het gaat een stuk beter met de Noorden. Met Sven en Stura. Gaan hier redelijk snel richting de finishlijn. En het wordt een hele mooie snelle tijd voor de Noorden. 6 flips in de tijd van 26,13. Dat betekent dat ze de Faroe-eilanden hebben verslagen. Met de Hongaren zit het niet mee tijdens dit eerste onderdeel van vandaag. En zij geven de strijd op. Dat betekent dat de maximale tijd van 90 seconden wordt genoteerd met 5 flips. Zonder 1 omwenteling te weinig, maar wel beter dan Engeland met slechts 3 flips. De twee jonge Hollanders, Jarno Harms en Gert Gerrits, luisteren nog even naar de laatste aanwijzingen van Magnus Vermagnussen. De veelvoudig sterkste man van de wereld. Ze nemen het op tegen de Duitsers, Heinz Olesch en Martin Moer. Nederland-Duitsland, net voetbal dus, maar dan toch even anders. De strijdkreet van Gert Gerrits. De Duitsers zijn gewaarschuwd. Dit belooft wat. Maar de Duitsers zijn er ook klaar voor. De routiniers. En deze blik van Heinz Olesch voorspelt ook weer het een en ander. De jonge Hollanders tegen de twee Duitsers met heel veel ervaring. Heinz Olesch, een van de bekende gezichten ook bij die sterkste manwedstrijden. En zijn collega dit keer, de sterkste man van Duitsland. Martin Moer. Het gaat goed. Het gaat goed met Jarno en met Gert. De enorme kracht en spanning is ook af te rezen van de gezichten van de beide Hollanders. En het is gelukt, de jonge Hollanders. Wat het tweede Nederlandse team. Ze verslaan de Duitsers met een mooie tijd van 36,18. En daarmee nemen ze dan nu de tweede plaats in. Leuk, zo'n schouderklopje. Dit was nog eens een ouderwetse Nederland-Duitsland. Ja, daar leek het op, of niet? Nou, was je daardoor extra gemotiveerd, Geit? Het was geen 24. Nee. Jongens, fantastisch, hè? Jullie hebben ze verslagen, tenminste Duitsland. En een hele goede tijd neergezet. Ja, dan lopen we ook weer een puntje op Zuid, hè? Een puntje op Zuid, ja. Zo. Daar denk je wel aan, hè? Ja, tuurlijk. Daar heb je toch in je achterhoofd, hè? We zijn hartstikke trots op jullie. Gaat het weer een beetje, Geit? Zeker. Heb je nog iets in petto? Heel veel zelfs nog. Oké. Geit Gerrits, Jarno Harms uit Vroomshoop. En deze hier komen een heel stuk verder weg uit Zweden. Magnus en Torbjörn Samuelsson. Deze reusachtige Zweden aan de ene kant. En wie zien we dan aan de andere kant? Gerrit Badehorst en Wayne Price uit Zuid-Afrika. Even die concentratie. Wacht op dat fruitsignaal. En dan erop af. De Zweden vallen dit reusachtige wiel als eerste aan.
Al het gewicht, en dat is heel wat van deze vier man, wordt aan beide zijden keihard in de strijd geworden. Zo snel mogelijk deze afstand afleggen. 12 flips zijn er in totaal nodig om de finishlijn te bereiken. Magnus en Torbjörn wegen bij elkaar 259 kilogram en Gerrit en Ween 287. Daarmee moet dan dat wiel van 800 kilogram omgegooid worden. Maar de Zweden, die doen het heel erg snel. Ze weten zelfs niet van stoppen. Een tijd van 24,69 is de snelste nu. En daar finisht Zuid-Afrika met 29,62. Congratulations! The two brothers from Sweden, you are doing still better. You're happy with the performance? Not really with this one, because we were both at the same... We were both standing almost on each other. Yeah, it's a lot of technique, eh? And who is then the chief? Who is in charge? When it's going this fast, it's really hard to decide. Because I don't have no time to think. So how was the time, by the way? How was the time? We listen to Wout. Sweden, 24.69, first time. First time, 24.69. Twee broers, twee agrariërs uit Zweden. En dan is die tijd voor het huidige sterkste team van de wereld. Daar vinden Jouko Ahola en Sami Heinoni. De tijd van de Zweden, zullen ze die kunnen verbeteren of niet? Of misschien lukt het wel om ze Nederlandse kanjers Berend Veenberg en Wout Zijlstra. Ze zijn er klaar voor. Ze staan nog altijd op de eerste plaats van het algemeen klassement. Het publiek staat zoals gewoonlijk hier volledig achter onze beide Hollandse kanjers hier in Hardenberg. Aan beide kanten die 800 kilogram weer aangevallen. Het is een kwestie van kracht, van timing, techniek, maar natuurlijk ook van teamwork. De strijd gaat op dit ogenblik behoorlijk gelijk op. En het spannende is dat ze ook in het algemeen klassement op dit ogenblik 1 en 2 staan. En dan het laatste loodje. De Finnen eindigen een fractie eerder met 24,17. Is dat meteen de snelste tijd. En Nederland neemt nu de derde plaats met 25,18. Mooi, 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 Berend. Prachtig en super spannende. Het ging heel lang gelijk op. En je hebt het niet expres gedaan, hè? Nee, dat kan ik niet zeggen. We hadden liever iets eerder willen wezen. Maar ja, all in the game. Ze komen een beetje dichterbij misschien nu, de Finnen. Ben je bang voor ze? Ze zijn knokkers. Je hebt niet eerder gewonnen of het laatste onderdeel is geweest. Ben je nog steeds trots op Wout? Zeer zeker. Beter had ik niet kunnen treffen. Okay. We laten Wout altijd eventjes met rust, want die moet altijd even bijkomen. Oh, daar is hij weer. Wout, hoe ging het voor jou? Niet tevreden. Niet tevreden? Net dat ene klapje was net even iets eerder, hè? Ja. Ze komen nu een beetje dichterbij, maar wat denk je? Zijn jullie vandaag in topvorm? Je hebt ook te maken met de vorm van de dag. Tuurlijk, maar ja, we zijn nu. Ja, er zit wel druk op ons natuurlijk. En ik hoop dat dat er nu wat afgaat. En ze mogen vier keer winnen, dat wij vier keer tweede worden. Is er niks aan de hand. Oké. De Finnen zijn vandaag in topvorm en winnen het eerste onderdeel. Gevolgd door Zweden op een tweede plaats, Nederland 1 op een derde. Noorwegen zien we op de vierde plaats, Zuid-Afrika 15, zesde de Faroe-eilanden en Nederland 2 op een zevende plaats. In het algemeen klassement staan Berend en Wout nog aan kop. Gevolgd door Finland op een tweede, Zweden op de derde, Zuid-Afrika de vierde en Team Nederland 2 op de vijfde plaats. Angsten te lijf en overwonnen. In een chakra bevrijd van vrees. Ratelband, morgen op 4. Nieuws. Witbescherming. Dat helpt voorkomen dat kleuren doorlopen in het wit. Witbescherming. Nieuw van Omo. Sommige mensen vinden het misschien raar, maar af en toe heb ik gewoon geen zin om de telefoon op te nemen. Even helemaal niets aan mijn hoofd, gewoon rust. Als het belangrijk is, bellen ze wel terug, toch? Maar dan gaat hij dus een paar keer over. En dan wil je toch eigenlijk wel weten wie het is. Zien wie er belt. Met de nummermelder van Primafoon. Nu voor 49,95 gulden.
Nu het weer zomer wordt, gaan veel Nederlanders weer barbecuen. Dat kan heel gezellig zijn. Maar er zijn twee dingen waar u voortaan goed op moet letten. Punt 1. Ravicottesaus voor bij de vis. Punt 2. Zoete chilisaus voor de hamburger of een drumstick. Ravicot en zoete chili van Calvé. Hé, waar blijven ze nou? Nou ja, eerst maar even lunchen. Variatiebrokjes met zalm, groente en granen. Ah, daar heb je diner. Gourmet variatiemenu met groenten. Ja, ik kan ze wel om een boodschap sturen. Nu ook variatiemenu met rijst. Een Jamaicaanse vrouw wordt uitgehuwelijkd aan een Engelsman. You never told me what happened to your mother. De vrouw wordt smoor verliefd. If I could die now, when I'm happy. I am hungry for her, but I don't understand. Is het de rum of komt het door het mooie weer op het eiland? Hartstocht met behulp van voodoo-krachten. De speelfilm The White Sargasso Sea. Vanavond 11:15, RTL 4. Zien wie er belt met de nummermelder van Primafoon. Nu voor 49,95. Nieuw van Calvé. Bearnaise saus voor bij de vis. We zijn toe aan het volgende onderdeel, tweede onderdeel van deze tweede helft van de strijd. En het heet de Hercules Hold. Dat kent u misschien wel bij de sterkste man competities. Twee auto's vasthouden die aan een ketting zitten. En dat gewicht kan aardig oplopen. Het gewicht per auto is 1800 kilo. Alleen wat nieuw is bij de sterkste teams, is dat we te maken hebben niet met één Hercules, maar met twee Herculessen. En dan gaat u begrijpen dat de sterkte van de keten wordt bepaald door de zwakste schakel. En dan hebben we het over pijn lijden. Erge pijn in de Hercules Hold. En het is geen gewone Hercules Hold, want die is al zwaar. Nee, het is een double Hercules Hold. Jamie Reeves en Bill Pittock. Ze kunnen punten gebruiken, dit Engelse team. Want ze staan op dit ogenblik op de laatste plaats van het algemeen klassement. 1800 kilogram aan elke kant die eraan je trekt. En dat is heel, heel veel. Dit wordt afzien. Afzien met een hoofdletter A. Dit wordt pijn lijden. En concentreren. Proberen je gevoel uit te schakelen. De laatste aanwijzingen van Magnus Ver Magnussen. Tijd klaar. En daar begint de tijd te lopen. Die strijd hier tegen jezelf, samen met je teamgenoot. En hier is de concentratie af te lezen van de gezichten van de beide teamleden. De menselijke ketting tussen deze twee zware auto's. Wie houdt dat het langste vol? 26.15 de tijd voor het Engelse team. Of het goed of slecht is, dat zullen we zo meteen zien bij die volgende teams. Zij weten in ieder geval welke tijd ze moeten proberen te verbeteren. De Faroe-eilanden, Regin Fagadal, bijgestaan door de man uit Uitgeest, Peter Baltus, de vijfvoudig Nederlands kampioen powerlifter bij de junioren. En Regin, dat weten we, de drievoudig kampioen van de Faroe-eilanden. Zijn beste notering bij die sterksman van de wereld was een achtste plaats. En dit is ook een zwaar onderdeel. Peter en Regin die een goed gesprek hadden vooraf, maar verder niet hebben kunnen treden. Maar nu gaat het er gewoon om dit gewicht zo lang mogelijk vol te houden. We hebben een tijd van 19.83 eindigen ze onder Engeland. Faroe Islands and the Netherlands were never as close as today. Nou, this is as close as it's gonna be, I think. Was het pijnlijk, Peter? Vanaf seconde 1 doet het al pijn, dit. Meteen vanaf de eerste seconde? Ja, dit is... Ik vind het altijd een drama, deze oefening. Ja, dit is niet jouw lievelingsoefening. Nee, maar het is gewoon blind gaan. Even door een hel. Maar ja, wie doet dit wel graag? Misschien Laszlo Fekete en zijn teamgenoot Tibor Messalos. Zij gaan de eer voor Hongarije hier proberen hoog te houden. Laszlo, de drievoudige sterkste man van Hongarije. En deze man hier in beeld, Tibor, op 1 na de sterkste man van Hongarije.
maar wel de Europese kampioen powerlifter. Dus power moet er genoeg zijn, zou je denken. Maar nee, dit is een heel zwaar onderdeel. 6.94, dat is toch een vrij slechte tijd. Teleurstelling is af te lezen hier van het gezicht van de Hongaren. En dit zijn Dinori, Stoere Davidsen en Sven Carlsen. En ik ben benieuwd wat Stoere Davidsen van deze Double Hercules Hold vindt. Laten we even luisteren. Ja, maar dan is het toch weer even nul. Een tijd van 23.13. En ze zijn er toch wel tevreden over. Sven en Sturla from Norway. Did it hurt that much? Yes. Does it help you to shout? Yes, it helped. Don't you lose energy by shouting? No, I think I get more energy by shouting. You get more, like Monica Seles. Yes. But you shout louder. Yes. Happy, Sven? Yeah. It's not too bad. My grip is improving, so I'm happy. Okay, as long as you're happy, we're also happy. Sturla and Sven uit Noorwegen. Team Nederland 2. Presteren hier over het algemeen behoorlijk goed. Jarno Hams, de allround krachtsporter, en Gert Gerrits, de sterkste man van Oost-Nederland. Zij meten de krachten nu met de top van de wereld. Concentratie ook een belangrijke factor. En om alle gevoelens uitschakelen. Gert Gerrits ontpopt zich tot een echte professional. Rode lampen van de camera brand, dus lachen geblazen. Daar moeten zij dan ook even de auto's loslaten. Tijd van 24.82 voor Jarno en Gerrit. En dit zijn de beide routiniers uit Zuid-Afrika. Zij kennen het klappen van de zwepen en het gewicht wat aan de armen gaat trekken. Wayne Price en Gerrit Badehorst. Zij zijn er klaar voor. Net als Magnus. Gerrit Badehorst, de viervoudig sterkste man van Zuid-Afrika. De nationaal kampioen gewichtheffen en de vice wereldkampioen 1996. In goed gezelschap met Wayne Price, de nummer 5 van de wereld bij die sterkste man. Ja, de tijd voor Zuid-Afrika 15.97. En als de Zweden net zo sterk zijn als dat ze lang zijn, dan willen ze dit onderdeel. Torbjörn hier in beeld, de jongste van de twee gebroeders, Sam Wilson. En zijn oudere broer, Magnus. En er kan er maar één de sterkste zijn van het land, dat is Magnus. En ja, zijn jongere broer moet nog steeds genoegen nemen met die tweede plaats van Zweden. Ik verwacht veel van deze twee agrariërs. Europees kampioen armworstel ook, Magnus Samuelsson. Twee zeer, zeer, zeer sterke Zweden en ze doen het hier erg goed. Ze gaan zelfs over de beste tijd van de Engelsen heen, over de tijd van 26.15. Gaat hier door de pijngrens heen. Het ongelooflijk wordt waargemaakt. Maar elk mens kent zijn grenzen. Waar ligt de grens van deze twee Zweden? Een hele mooie tijd, de beste tijd. 42.31. Oh yes. Sweden. Fantastic. The two brothers. And how much pain can you stand? When you scream that much, I scream. You don't really feel no pain. And you can see that you're his big brother. Because you started screaming, and after a while he started screaming as well. We both need to do some screaming to get fired up. And I think it's, especially when you do as a team, it's,
you had to do everything to wake each other up to go for it, because it's not that really comfortable to stand there. No. I think he did a huge time, my brother, this time. Huge time. Because I were just about to sleep as well. Okay, thank you very much. Torbjörn and Magnus Samuelsson at Sweden. De sterke Finnen, dat zijn die favorieten ook op dit onderdeel. Jouko Ahola, de regerend sterkste man van de wereld. Plus titelhouder van het sterkste team van de wereld. Maar dat had hij vorig jaar met Riku Kiri en Sami Heinoni. Dat is de invaller voor Riku Kiri die geblesseerd is. De aanmoedigingen zijn ook niet van de lucht. Zal nu de junior kampioen bank drukken. 2 jaar geleden was hij de nummer 2 van Finland. En hier staat hij samen in het team met de sterkste man van de wereld van dit moment. Zal het zo lukken om die Zweden te verslaan of niet? ...38.44 en dat is een mooie tweede tijd. Sylvia, die vrouw van Berend, ook weer geconcentreerd. Want dan is het de tijd voor Berend Vredenberg en Wout Zijlstra. Het publiek loopt hier helemaal warm. Berend Vredenberg, die zich bij die voorbereidingen geblesseerd had en die borstspiertje gescheurd heeft, maar zich heel erg goed heeft gehouden. Zowel die vorige dag, vorige week zaterdag, als ook vandaag hier. Dit zijn van die gevaarlijke onderdelen waarbij je heel diep moet gaan. Onderdelen waarbij ook de blessures in een klein hoekje zitten. De strijd tegen de klok, maar ook de strijd tegen je eigen lichaam. En het publiek komt er voor je van de banken. En wat een tijd, 32.03. Daarmee eindigen Berend Vredenberg en Wout Zijlstra bij dit onderdeel op die derde plaats. De gebroeders Samuelsson, zij winnen de Hercules Hall. De Finnen behalen een fraaie tweede plaats. De Engelsen scoorden beide dagen nog niet zo hoog als met deze vierde plaats. En Nederland 2, hen zien we in de middenmoot op de vijfde plaats. De Finnen lopen in het algemeen klassement met 1 punt in op Berend en Wout. Het verschil is nog 2,5 punt, maar Nederland 1 blijft aan kop. De Zweden blijven op een ongewijzigde derde plaats. En dat geldt ook voor die andere landen. Hun plaats blijft in het algemeen klassement ongewijzigd. Het toeval wil dat naast het strijdperk voor de sterkste teams van de wereld, daar bevindt zich een fitnessbeurs voor sport en fitness. Enfin, wat deze jonge dame doet. Nou is het zo dat het volgende onderdeel is de Farmers Walk. Mag ik het even uitleggen aan u? Gaat u maar door. Ik wil u niet uit uw concentratie halen. Dat betekent een draagstoel van 150 kilo. Die moet gevuld worden met zeg maar 6 leuke fitnessdames. En dan moet het ongeveer zo'n 500 kilo samen worden. Hoe heet u? Thelinda. En hoeveel weegt u? 61 kilo. Ja, dan kan ik u wel erbij hebben. Zou ik u even mogen onderbreken? Ja? Ga je even mee? Dan gaan we even verder zoeken. We gaan er weer af, hè? Zie je dit ook hier blijven? Ja, ja. Gaan we naar je best nemen? Het is een beetje rustig op jouw stand. Ja, ja, ja. Kan je wel even gemist worden? Ik denk het wel. Voor een hele leuke opdracht met een paar collega's. Hoe zwaar ben je? 67. Toch wel? Ja. Zou je dat dan misschien uit kunnen trekken? Dan scheelt weer een kilootje. Doe het alweer goed. Een hondje mag niet van de reglementen, want die is te licht. Maar volgens mij bent u de reddende engel. Oh ja? Ja, want ik denk dat u zo'n onder de 60 kilo bent u wel. Ja. Hoeveel? 57. Jongens, 57, fantastisch. Kan je even meekomen? Ja, tuurlijk. Hoe heet je? Helga. Helga, we hebben 2 Helga's. Nou, kom maar. Nou, dit is hem dan, die draagstoel waar ik het over had. Ik zou zeggen, neem maar lekker plaats met z'n zessen. De draagstoel weegt 150 kilo. 6 van deze fitte dames komen ongeveer op 360, denk ik, 370. Dus we gaan wel boven de 500 kilo. Er wordt een rechthoek gelopen in deze Farmers Walk. En dat gebeurt 10 keer, dames.
Dus jullie krijgen 10 keer een rondleiding. En dan heb je wel een heel goed idee van deze evenementenhal in Hardenberg. De Farmers Walk. De tijden van de oude Grieken en Romeinen die herleven weer hier in de Hardenberg. Maar dit keer is wel een erg zware draagstoel, 500 kilogram. En wie loopt daarmee de langste afstand? Engeland bijt de spits af. Zijn ze bestand tegen het gewicht van deze 6 Nederlandse dames? Niet echt. 12 meter en 96 centimeter. En zij geven na dit onderdeel de strijd op en trekken zich terug. Het team van Engeland. Jimmy, what went wrong? Oh, it's just balance. It's not so heavy. But once it starts rocking, it's just very difficult to hold. Is that always the difficulty with lifting weight? This is more difficult because it's like balance. It's like a balancing act too. It's no problem walking with it. Balans, Jamie zegt het al, erg belangrijk bij dit levende gewicht. De Vaderlijnlanden Peter Balders en Regin Vagadal. Zij wandelen met deze dames door de evenementenhal of ze elke dag niet anders gewend zijn. In ieder geval een langere afstand dan Engeland. De draai, ook al een keer moeilijk. En goed in balans blijven, anders buitelen de dames hier over de vloer. Een afstand van 20 meter en 22 centimeter. Beduidend beter dus dan Engeland. De dames hebben nog steeds alle vertrouwen in deze sterke mannen. Laszlo Fekete en Tibor Messanos. Oftewel, team Hongarije. En pas op je niet laten afleiden door al dit vrouwelijk schoon, maar geconcentreerd blijven en blijven lopen. Een beetje wiebelend Laszlo hier. 12 meter en 74 centimeter, dat is de afstand voor de Hongaren. En terwijl Gerrit Badenhorst hier voor Boeddha speelt, bereiden de Noorden zich alvast voor op de Farmers Walk. Sven Carlsen en Stoela Davidsen. Ook enigszins wiebelend en dat kan je op een gegeven moment gaan opbreken natuurlijk. Aan kracht ligt niet bij de beide heren. Dat is geen probleem. Beter dan Hongarije, maar niet goed genoeg denk ik met een 16 meter en 75 centimeter. Gert Gerrits van Team Nederland 2 laat niets aan het toeval over, want de grip is ook erg belangrijk. Het Duitse team is geblesseerd en moet vandaag de strijd overigens staken. Als ik je dat 2 meter penalty geef, je nog van down. Oké, dan. De omheen, raak je de ding aan, valt er omme. 2 meters terug. Ja. Ja, gaat er 2 meters af, hè? Strafpunt u. 2 meter gaat er vanaf. Wanneer dat ding opvalt, zoals Jan ook zo netjes weer uit te drukken. Loslaten zou hij zeker dit doen, Gert Gerrits. Zijn handen zijn goed ingesmeerd met die magnesium. En dan gaan de beide hier wandelen met al het vrouwelijk schoon. De vaart zit er nog niet helemaal in. Gerrit is enigszins geblesseerd ook aan zijn linkerbeen. Die zit goed ingetaped. 8 meter en 75 centimeter. En dan had hij heel wat anders in zijn hoofd. Nou, dat ziet er niet... Nee, dat is niet fijn. Jarno, wat jammer nou? Ja, hij gleed weg. Gleed je weg? Ja, ja, je kunt het zien nu. Was het een kwestie van... concentratie? Nee, die was er wel. Nou, dit wordt een soort Ria Bremer programma, hè? Vinger aan de pols. Jarno, nou niet de moed laten zakken. Nee, 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 we gaan nog voor het laatste onderdeel en dan misschien wel. Waren de meisjes misschien iets te bewegelijk? Nee, misschien is het attractief. Had jij misschien niet beter voorop kunnen lopen? Misschien wel. Oké, okay, volgend jaar voorop jij. Jarno, ah jee. De dames deden Team Nederland 2 eigenlijk de das om. 6 stuks waren er toch te veel voor Gerrit en Jarno. Maar laten we kijken of de Zuid-Afrikanen wel bestand zijn tegen al dit Hollands vrouwelijk schoon.
Wayne en Gerrit hebben flink de vaart erin. Dat is een ding wat zeker is. Gerrit blaast een beetje, Gerrit Badenhorst. Maar nemen de hoek hier netjes. De hoekvlag wordt niet omgegooid, dus geen strafpunten. 23 meter en 5 centimeter. Een respectabele afstand voor Gerrit Badenhorst en Wayne Price van Zuid-Afrika. En dat is een bekende overwinningsdansje. Concentratie achterwezen van de gezichten van de gebroeders Samuelsson, Magnus en Torbjörn. Die 23 meter en 5 centimeter van de Zuid-Afrikanen, die zit in hun hoofd. Dat is in ieder geval de afstand die ze willen gaan proberen te verbeteren. Je vraagt je ook af hoe ze zich voorbereiden op dergelijke evenementen, op dergelijke onderdelen. Dat ziet er allemaal goed uit. Ze zijn over afstand heen van de Zuid-Afrikanen. En zetten hier 25 meter en 18 centimeter neer. Dat lijkt me een nu mooie afstand. En dan tijd voor deze sterke Finnen. Nou, Berend en Wout, die moeten zo nog. De start is in ieder geval goed. Een behoorlijke acceleratie voor Jouko en Sammy. Ze nemen deze eerste bocht ook vrij vlot. Tinkeltje aan de wijde kant. Ja, de nodige stuurmanskunst is ook belangrijk, maar hier wordt al de tweede bocht genomen. Wout wordt er een beetje zenuwachtig van zelfs. Ze blijven lopen, deze Finnen. Het bevalt ze wel met deze dames. Ongelooflijk afstand van 45,5 meter voor Finland. En probeer dat maar eens te verbeteren. We already knew that Finland is mighty strong. But so strong is fantastic. It was quite easy. Easy? Was it so easy, Sammy? Yes, very easy. Are the Dutch girls heavier than the Finnish girls? Yes. Can you practice this at home? No, no, not this kind of farmer's walk, but normal farmer's walk. Yeah, yeah. And it's moving at the weight. Yeah. On behalf of the Dutch girls, thank you very much, because they had never seen this side of the hall. Thank you. Okay, thank you. Nee, niet te vroeg juichen, want Berend Veenenberg en Wout Zijlstra moeten nog. En die twee staan ook zeker de mannetje. Berend Veenenberg, onze zevenvoudig Nederlands kampioen powerlifter. De viervoudig sterkste man van Nederland. Hij won de bronzen medaille bij de sterkste man van Europa vorig jaar. Werd vijfde bij de sterkste man van de wereld. En de wereldrecordhouder op de crucifix. Zijn teamgenoot Wout Zijlstra uit het Friese Volsgeren werd wereldrecordhouder hooggooien met de respectabele hoogte van 5,60 meter. En dat zagen we vorige week nog in ons programma. Hij is viervoudig Nederlands kampioen bij de Highland Games. Drievoudig Friese sterkste man van Nederland. En de nummer 4 van Europa van vorig jaar. Een sterk team dus voor Nederland. Wandelen hier vol zelfvertrouwen. Door deze evenementenhal in Hardenberg. Neem nu de eerste bocht vrij moeiteloos. Op de tweede bocht af. Maar zal het gelukken om die enorme afstand van de Finnen te evenaren. 45,5 meter. En dat is heel erg veel. Maar ze gaan ervoor. Berend en Wout. En we kennen ze natuurlijk niet anders. Het is hem niet gelukt, maar 34 meter en 25 centimeter is toch een hele mooie afstand. Mooi jongens, een prachtige tweede plaats en heel ver gekomen. En ben je ook tevreden? Ja, kijk, we wisten die Finnen waren ver. En Berend, die is niet zijn beste onderdeel. Van mij wel weer.
Maar we moeten natuurlijk rekenen. Als ik nu kijk, dan gaan ze weer wat inlopende vinden. We zullen aanstaands horen wat dit betekent voor het klassement. Maar de vraag die ons nu allemaal bezighoudt is... zijn jullie sterk genoeg op het laatste onderdeel? De power stairs, de trappen omhoog met de gewichten. Ik denk het, ja. We houden nog een anderhalve punt voorsprong. Dus moet gewoon... Strijd is spannender dan ooit, hè? Daarvoor al hartelijk bedankt. Dank je. De Finnen zijn in topvorm vandaag. Dit is het tweede van de drie onderdelen dat ze hier winnen. Berend en Wout worden die tweede. De vorige onderdelen waren ze derde, dus er zit weer progressie in bij de heren. Zweden wordt derde, maar Team Nederland 2 wordt hier jammer genoeg op één na laatste. In het algemeen klassement blijven Berend, Vredenberg en Wout Zijlstra de koplopers. Maar ze voelen de hete adem van de Finn in hun nek. Het verschil wordt steeds kleiner en is nog maar anderhalve punt. Des te spannender wordt het volgende onderdeel. Nieuws. Witbescherming. Dat helpt voorkomen dat kleuren doorlopen in het wit. Witbescherming. Nieuw van Omo. Waar geen zonlicht is, is Histor. Afslag 4. Joep Staton stoot ons weer opvallende reistijden die zich afspelen op de Nederlandse wegen. En dit rijgedrag komt u tegen op het jaarlijkse Truckstar Festival. Hovermobiles, maybe. Yeah, science fiction. Verder heeft onze presentator een bijzondere ontmoeting met Darla uit The Bold and the Beautiful. Maandag, 10:15, nemen wij afslag 4 bij RTL 4. Er niet vanaf blijven. De laatste, waarschijnlijk de allerzwaarste opdracht in deze verschrikkelijk zinderend spannende finale. The Power of Stairs. 6 treden omhoog met 3 gewichten. 175 kilo, 225 en 275 kilo. En als je het daar zo ziet staan, denk je, nou, maar... Dan hebben wij onze lieftallige assistentes, u kent ze nog van de Farmers Walk. Oeh, kom maar. Hebben we bereid gevonden om dat even in beeld te brengen. Dit is alleen het laatste gewicht. Een kilootje suiker, we kennen het allemaal, kan in de boodschappentas bijzonder zwaar zijn. Maar dit zijn 275 kilootjes suiker. Om u een klein ideetje te geven van wat onze mannen allemaal te wachten staat. En het wordt verschrikkelijk spannend, want Nederland staat nog maar anderhalve punt voor op die hele sterke Finnen. En we gaan nu meemaken of ze het redden. Wie wordt het sterkste team van 1998 in de wereld? Het zwaarste onderdeel van vandaag, de Power Stairs. En aan dit onderdeel weten we of Berend en Wout met de wereldtitel naar huis gaan of niet. De Faroe-eilanden, Regin Fagadal, Peter Baltus aan de ene kant, Hongaarden, Laszlo Fekete en Tibor Messanos aan de andere kant, Peter Baltus. Hier in actie met de 175 kilogram en Tibor Messanos voor Hongarije. Aan de andere kant van deze Power Stairs gaat behoorlijk gelijk op. Het gewicht moet helemaal netjes op de bovenste tree staan. Dus het kost nog even wat tijd voor je Tibor Messanos. In verband met de veiligheid mag je elkaar niet helpen. En mag je teamgenoot pas naar boven toe als je die ander volledig van de trap af is.
Heel belangrijk, de veiligheid bij dit gevaarlijke, zware onderdeel. Tibor Messano's hier aan het worstelen met het laatste, zwaarste gewicht van 275 kilogram. Buitel daar weer terug. En wat doet deze Hollander het goed? Peter Balthus, 275 kilogram bovenaan. Schitterende prestatie. 48,68 voor die Faroe-eilanden. Dat dankzij Peter Balthus. Felicitaties van je partner, Regan Wagada. Congratulations, Regan. Fantastisch, Peter. Zeg maar, je bent de vijfde Hollander in deze competitie. En je hebt geflikt. En vooral die laatste was het zeer zwaar, hè? Ja, 275 kilo. Drie karretjes vol met kilo's suiker. Ben je blij dat het erop zit? Heel blij. Ja, het is goed gegaan. We moesten heel veel slaan natuurlijk. Want u staat gelijk met ons, dus we hebben een goede plaats. Namens de eilanden, hartelijk bedankt. Peter Balthus. En wat Peter Balthus wel lukte, lukt de Hongaren hier niet. Nu, 275 kilogram, dat is toch net even te zwaar. Thank you very much. En dan tijd voor je team Nederland 2, Gert Gerrits en Jarno Hams. Met aan de andere kant de Noorden. Sven Carlsen en Stoera Daafsen. Stoera Daafsen is als eerste hier in actie met 175 kilogram. Dat gaan we behoorlijk snel af. Maar kijk, Gert Gerrits heeft ook lekker de vaart erin en is net even een fractie hier erboven. Maar het is niet alleen de strijd tegen de Noorden, maar zeker ook de strijd tegen de klok. Hier, teamgenoot aantekenen en dat is het moment waarop hij naar boven mag leren. Niet in verband met de veiligheid. Bij Jarno Hans. Het gaat goed met team Nederland 2. Maar hoe lang nog? Aan deze dames zal het niet liggen. Die moedigen ze weer uit volle borst aan. Gerrits staat aan het worstelen. Met de Noorden gaat het behoorlijk goed. Nee, die 275 kilogram. Die doet Gert Gerrits net even de das om. En wie weet helpt die ijselijke kreet Jarno Hams. Een lelijke blessure daar aan zijn hand. En dat lukte beide teams niet om dit onderdeel te voltooien. Gert, kan ik nog even met je praten? Zeker. Het was net eventjes te zwaar, geloof ik, hè? Ik ben daar iets te klein voor, hè? Ja, lange meisje heb je voordeel. En je bent al een keer naar boven geweest met die 175 en dan moet je nog een keer die 275. Ja, maar dat wordt een beetje zo. Maar je bent een coming man. En je, ik bedoel, je zit er nog aan te komen. Je bent nog redelijk jong. We kunnen nog veel van je verwachten. Ja, zeker. In de toekomst wel, ja. We hebben van je genoten. Je bent een bijdrage voor de topsport. Geef me nog even een raadje. Gert. Gait Gerrits. Ja, dat zijn ze zeker. Een bijdrage voor deze sterkste manwedstrijden. De beide jonge Hollanders. Maar dit is de gevestigde orde die weer klaarstaat. Links de Zweden, Magnus en Torbjörn Samuelsen. En aan de rechterkant Gerrit Baanhorst en Wayne Price voor Zuid-Afrika. De Zweden die zijn in het voordeel met hun lengte op dit onderdeel. Dat is duidelijk te zien. Wayne Price hier in actie met het tweede gewicht. Tweede gewicht hebben de Zweden behalve en zij hebben daarmee hun derde plaats zeker gesteld. Meer hoeven ze niet te doen, want Nederland of Finland inhalen, dat lukt ze niet meer.
Maar de Zuid-Afrikanen, sportief als altijd, die gaan er gewoon door. De publiekslievelingen hier in Harderwedde. En het Badenhorst in actie met het laatste loodzwaarde gewicht. Die 275 kilogram zal het hem lukken om niet om ook dat weer boven te brengen. Laatste trede, het gewicht er helemaal netjes op en dat lukt hem. 1 minuut 9.24 voor Zuid-Afrika. I see your hands, Mr. Wayne Price. En met gevaar voor eigen leven geef ik u ook de hand. Wij zijn jullie heel dankbaar voor jullie fantastische bijdrage aan dit grote feest. Jou, Wayne, voor your sportsmanship. En jou, voor being a great sport and being a great entertainer. Thank you very much. Onze man uit Zuid-Afrika. Dank je, dames en heren. Jelle was wonderlijk. Yes! Thank you. We zijn nu hier vlakbij de laatste twee landen, Nederland 1 en Finland. En de strijd is nu ongelooflijk spannend geworden. Het is een soort Hitchcock-scenario. Als Nederland van de Finnen wint, als ze sneller zijn, dan is er niks aan de hand. Nederlands sterkste team van de wereld in 1998. Als de Finnen sneller zijn dan Nederland, dan gaat het erom hoeveel sneller. De criterium is 48-68, de tijd van de Faroe-eilanden. Die moet Nederland zien te verbeteren. En dan is het tijd voor de thriller van de dag. De thriller van het evenement zelfs. De strijd. Het kan niet mooier. Nederland 1. Berend Veenewerder gebouwd, Zijlstra. Tegen de Finnen. Jouko Ahola. En Sami Heinoni. En na dit onderdeel zullen we het weten. Het beslissende onderdeel van het evenement. Aan het publiek zal het zeker niet liggen. Ze staan volledig achter de Hollanders. Concentratie bij Wout Zijlstra, maar ook bij het publiek. Het beslissende fluitsignaal. Berend Veenewerder als eerste stormt hier met 175 kilogram naar boven. En Jouko Ahola aan de andere kant. De Berend is hem net even te snel af. Maar we zijn er nog niet. Nog twee gewichten. De 225 en de 275 kilogram. We hebben het alles zien doen met vier gewichten. Maar in verband met de veiligheid hebben we dit keer gekozen voor drie gewichten. Sylvia, de vrouw van Berend, houdt de tijd nauwkeurig in de gaten. Berend stormt naar beneden. Tikt Wout aan. En Wout... met het laatste gewicht naar boven, Wout Zijlstra. Jouko Ahola zet de beste tijd hier met 39.07. Maar 41.61 is voldoende. Het is voldoende voor Berend en Wout om de titel hier in de wacht te slepen. De sterkste mannen van de wereld, oftewel officieel het sterkste team van de wereld. Wout Zijlstra en Berend Veenewerder. Wisten de Finnen met 1,5 punt netjes voor te blijven. Een eervolle vermelding voor Team Nederland 2. En het laatste woord is aan Ron Brandstede. Voor de tweede keer wordt uitgereikt deze schitterende beker aan het allersterkste team van de wereld. En dat doen we in dit jaar 1998. Het brons, de derde prijs, gaat naar Zweden. Naar de sympathieke broers Magnus en Torbjörn Samuelsson. En
En dan nu, het zilver gaat naar de wereldkampioenen van verleden jaar. Hier is de sterkste man van de wereld. En nu, samen met Sammy, de tweede prijs bij het sterkste team van de wereld. Jouko Ahola, Sammy Heinonen, Finland. En dan nu, dames en heren, met gepaste trots en toch een beetje chauvinistisch gevoel. De winnaars komen uit Nederland. Wout Zijlstra, Berend Veenenberg. En hier is het dan allemaal begonnen. Marcel, ik geef hem aan jou. Hartelijk bedankt voor de organisatie. Geef jij hem aan de winnaars. Ze komen handen tekort. Dames en heren, dit was het. Het was fantastisch spannend. Ik weet niet hoe het met u is. Maar als je dat mij vraagt, ik heb het gevoel alsof ik zelf 2 dagen meegesjouwd heb. Ik hoop dat u van genoten heeft van deze prachtige, eerlijke topsport. En misschien tot bij een andere wedstrijd. Namens ons allemaal, bye bye. Dank u wel.